André Hazes heeft recentelijk zijn wens uitgesproken om nog een keer vader te worden, wat tot speculatie heeft geleid over een mogelijke tweede zwangerschap van zijn ex-partner Monique Westenberg. Dit nieuws komt na de emotionele breuk tussen het koppel in 2021, toen André haar verliet voor Sarah van Soelen, kort nadat hij Monique ten huwelijk had gevraagd en ze samen overwogen om een tweede kindje te krijgen. Monique had gehoopt op een tweede kind, maar haar kansen leken vervlogen na de breuk. Desondanks heeft André nu onthuld dat hij nog een keer vader wil worden en hij heeft daar goede redenen voor. Hij heeft toegegeven dat hij de eerste jaren van hun zoontje, Douairière, vaak heeft moeten missen vanwege zijn drukke werkschema. Hij beseft nu dat hij kostbare momenten heeft gemist en wil graag nog een keer vader zijn. Hoewel het niet zeker is of André hiermee doelt op een tweede kind met Monique, valt het op dat hij openlijk praat over zijn kinderwens. Dit doet denken aan de tijd dat Monique zwanger was van hun zoon Douairière, toen André voor het eerst enthousiast sprak over zijn vaderlijke gevoelens. Monique en André hebben altijd al te maken gehad met uitdagingen op het gebied van vruchtbaarheid. Monique kan niet op de natuurlijke manier zwanger worden en onderging daarom een ICSI-traject. De kans op een succesvolle zwangerschap via dit traject is 25% en bij Monique werden meerdere embryo's ingevroren voor toekomstig gebruik. Er liggen nog 3 embryo's in de vriezer van hun laatste ICSI-poging, die pas worden teruggeplaatst als de tijd daar rijp voor is. In 2019 gaf Monique aan dat er nog 2 embryo's in het ziekenhuis lagen. Haar laatste behandeling vond plaats in maart 2021, net voor de breuk met André. Volgens speculatie zou er nog 1 embryo over kunnen zijn. Is dit mogelijk waar André en Monique hun hoop op hebben gevestigd?